zijn Wim en Peter. Deze twee boeren runnen hun eigen bomenkwekerij in Loosdrecht. En zij helpen je om je huis helemaal klaar voor kerst te krijgen. Vorige keer in Klaar voor Kerst zag je dit prachtige kerstboomboeket voor op tafel. Wat heb je dit keer bedacht voor de orangerie, Wim? Deze kroonluchter moet ook in kerstsfeer komen. Gewoon naar boven en hier zo naar beneden ga ik aan de 6 armen 6 grote kersttakken maken en die eraan hangen en bij elkaar binden. We gaan daar nu het kerstvoegen voor knippen. Gaan we doen. Ondertussen is Peter alweer groen aan het verzamelen voor zijn Wim. Nu staan we bij de cephalotaxus. Dit is het Taiwanese broertje eigenlijk van de gewone taxus. Deze heeft hele lange naalden en mooie rozet topjes. En die kun je ook heel leuk verwerken. We knippen er extra lange takken uit. Die Wim dan kan verwerken. Kijk, zo hele mooie lange takken. Tussen het klussen door is er ook genoeg tijd om even de beentjes omhoog te doen. Nou, die kroonluchter moet met kerst dus echt een geweldig ding worden. Die moet gewoon 3 keer zo groot worden. Vandaar even stevige takken eraan. Daarvoor heb ik dus deze lange cephalotaxus takken. Die moeten wel precies op de goede lengte. Ze moeten even lang zijn. Dus eventjes eentje meten. Dit wordt de lengte. Nou, en dan even een beetje verdeling van een aantal takken. Dat er netjes bij ligt. Op de goede maat. Wat kleiner aan de binnenkant om te zorgen dat daar de takken afgedekt zijn. Dan heb ik een haak. Dit is die haak. Die bind ik gewoon mee op de goede maat. Hoppakee. Alles even stevig in de handen houden. En draai je maar. Zo. Oh, en die er dan bij hangen. Nu tijd voor het tweede gedeelte. Het hangwerk in de orangerie. Nu gaan we de kroonluchter eens eventjes flink vergroten. Kijk, daar hangt hij dan, de kroonluchter. Ja, een groot ding is het geworden, hè? En nu je er zo tegenaan kijkt, ik had het me nog niet eens echt gerealiseerd. Eigenlijk is het een omgekeerde kerstboom van toch wel 1,35 meter hoog. En het hangt in de lucht, het neemt 0 vierkante meter en het heeft een volledige kerstsfeer. Echt hartstikke leuk. We hebben die kleur gekozen, dat zachte rozige, dat is eigenlijk de vrouwelijke trendlijn. Omdat het enige is wat bij zo'n ubertruttige lamp past. Nou, bij elkaar is het echt gewoon een gigantische kroonluchter geworden. Ja, we zijn hier de orangerie nu aan het inrichten, dat het hier helemaal in kerstsfeer komt. Dit is al de vijfde van de dingen die we ophangen. En je kunt er ook bij zijn als we de 16e hier de winterborrel hebben. Dames en heren, van harte welkom. Je kunt je aanmelden via kerst@oud.tv. Je bent van harte welkom. En zo valt de avond bij Wim en Peter in Loosdrecht. In de laatste aflevering maken ze een wel heel bijzondere kerstboom, dus kijk dan zeker weer naar Klaar voor Kerst. What?